Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Goedendag en welkom bij onze sportuitzending. Vandaag veel aandacht voor de voetbaltransfers in onze regio. Zoals die van ADO-icoon Tom Beugelsdijk, die komend seizoen in het rood-wit van Sparta speelt. Maar we hebben ook aandacht voor tennis met Kiki Bertens, die eindelijk weer een keer in onze regio te zien was. Maar we beginnen, zoals wel vaker bij onze sportuitzendingen, met Feyenoord. Waar er met Francesco Antanucci, een speler met een prachtige voetbalnaam, naar de Kuip is gekomen. Voordat Francesco Antanucci in de Kuip gaat spelen, wordt hij eerst nog een jaar op huurbasis gestald aan de Dijk in Volendam. Het is onderdeel van de constructie die Feyenoord met FC Volendam heeft bedacht om de middenvelder van Monaco over te nemen. Het eerste bedrag van de transfersom wordt betaald door Volendam. Daardoor speelt hij nog een jaar op huurbasis in het andere oranje. En daarna neemt Feyenoord de rest van de transfer voor zijn rekening. Voor dit seizoen wil Feyenoord zich ook nog versterken met in ieder geval een middenvelder en een verdediger. En daarbij wordt vooral naar Edgar Ije opnieuw gekeken, die vorig jaar ook op huurbasis in de Kuip speelde. Bij Sparta hebben ze de verdediging al kunnen versterken. En dat was best een opmerkelijke man die naar het kasteel toe kwam. Tom Beugelsdijk, het ADO-icoon, hagenees in hart en nieren, speelt komend seizoen in Rotterdam. En zo ziet dat er dus uit. Tom Beugelsdijk in het shirt van Sparta. Het zijn nieuwe kleuren inderdaad, ja. Ja, zeker weten. Het is van groen-geel naar rood-wit gaan. Ja. Een nieuw elan, nieuwe kansen, nieuwe rondes, mooie club. En nieuwe start van een nieuw avontuur. De deal was in een paar dagen beklonken. Eigenlijk na een grappend appje vanuit Henk Vrezer dat Beugelsdijk maar lekker naar Rotterdam moest komen. Ik heb sowieso altijd contact gehad met Henk Vrezer ook. En maandag werd ik eigenlijk benaderd door Frank Schouten. Die vertelde mij dat er een club geïnteresseerd is en dat ging om Sparta. En die hebben dat met ADO besproken. En ADO heeft gezegd van in de situatie waar zij zitten van we laten hem gaan. Het gaat niet goed met ADO en hoe opmerkelijk het ook is, Beugelsdijk vertrekt ook bij zijn geliefde club, juist om die te helpen. Als je weet in welke financiële situatie zij zitten, dan moet je daar goed over nadenken. En je wilt ook de club helpen. En ik heb de club geholpen. Beugelsdijk is gehaald met een duidelijke opdracht. Winnaarsmentaliteit toevoegen aan dit Sparta. En zo gaat hij dat doen. Ja, door mezelf te zijn en keihard te verdedigen op de juiste momenten. En de jongens om me heen proberen neer te zetten en mensen ook pushen in de duels en motiveren. En dat is denk ik een sterk punt van mij. Normaal gesproken zou tennister Kiki Bertens zich nu aan het voorbereiden zijn op het US Open in de Verenigde Staten. Maar ze is in de buurt van haar woonplaats Berkel en Roderijs aan het tennissen geweest. Bij de Bleiswijk Open. Toch even iets anders. Geheel volgens de traditie van de Bleiswijk Open komen de tennissers in badjas de baan op. Ook de nummer 7 van de wereld en ook bij 30 graden. Kiki Bertens speelt voor 250 genodigden. Voor het goede doel een demonstratiepartij. Bleiswijk is voor haar geen onbekend terrein. Ja, ik heb hier een aantal keer het open toernooi gespeeld als klein meisje nog. En mijn ouders vonden altijd dat ik veel te laat de baan op ging natuurlijk hier. Was het veel te gezellig. Maar het zijn gewoon natuurlijk hele mooie herinneringen. Ik denk dat ik een super mooie carrière heb. Dus als je op dat moment gezegd had, 14 jaar geleden, dat ik nu hier zou staan, dan is natuurlijk één droom. In plaats van de hitte van Bleiswijk had Bertens zich moeten voorbereiden op de hitte van Amerika. Waar ze het toernooi van Cincinnati en natuurlijk de US Open zou spelen. Er zijn nog gewoon zoveel onzekerheden op dit moment, ook in Amerika, dat ik dat mezelf niet aan wil doen, maar ook mijn team niet. Dus we kiezen gewoon voor de zekerheid om gewoon nog in Nederland te blijven. Ja, ik pak het startgeld en daarna ga ik weer gauw terug. Nee, zeker niet. Nee, daar doe ik het niet meer voor. Dus dan moet het echt puur voor de prestatie, puur op een leuke manier, op een veilige manier, dat natuurlijk allereerst. En op dit moment voelt dat gewoon nog niet veilig genoeg om die stap te zetten. Dus kies ik gewoon voor mezelf en blijf ik thuis.
Bertens richt zich op eind september als Roland Garros begint op haar geliefde gravel. Dat voorbereiden doet ze al een aantal maanden met Elise Tamaela. Zij verving Raymond Sluiter als coach. Zij dacht dat ze door een wat rustigere benadering, want ik ben, ja, volgens mij ben ik niet heel heftig en intens, mm-hmm. maar als iets niet goed gaat, wel duidelijk. Dan ga je het wel van me horen. Elise is denk ik iets rustiger. Niet dat Ray dat absoluut niet was. Alleen ze brengt het gewoon net iets op een iets andere manier. En voorlopig had ze een prima seizoenstart met een titel in Sint-Petersburg en een vierde ronde in Australian Open. Alleen bij mij gaat het gewoon altijd om hoe bepaalde dingen gaan. En daarin was, denk ik, dat de chemie gewoon een beetje was uitgewerkt. Ik kan denk ik iets beter mijn eigen keuzes maken. En het voelt gewoon heel erg vertrouwd om samen met haar te werken. Aan de succesvolle samenwerking tussen Bertens en Sluiter kwam voor de buitenwereld onverwacht een einde. Naast de manier van werken liepen de visies ook uiteen. Bijvoorbeeld over het winnen van een Grand Slam. Nee, maar dat was heel simpel. Dat was mijn doel. Dat was wat ik wilde en daarvoor dacht ik bepaalde dingen te moeten veranderen of anders te doen. Die heb ik bij haar neergelegd. Dat vond zij te veel. Daar had ze, of te veel, of daar keek ze anders tegenaan. Nee, ja, tuurlijk is dat een doel. Alleen, het is niet zo, mocht dat niet lukken, zeg maar, dat ik niet vind dat mijn carrière dan niet geslaagd is. Ik denk dat ik nu, als ik terugkijk op mijn carrière, dat ik daar super blij mee kan zijn. Natuurlijk kan een Grand Slam carrière dat nog net iets beter maken. En tuurlijk is dat doel er wel. Als ik dat doel niet meer zou hebben, dan zou ik niet meer elke dag die baan opstappen. Nee. Tot zover onze sportuitzending van vandaag. Zondag zijn we er natuurlijk weer op de radio met het live verslag van Feyenoord Twente. En maandag is er weer een nieuwe FC Rijnmond op TV Rijnmond. Tussendoor kun je zoals altijd terecht op onze website en onze gratis app voor het laatste sportnieuws. Ik wens je een prachtig weekend. Tot snel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan.